Dicht bij je idool en dan ook nog eens jouw eigen vraag stellen. 75 kinderen hadden die eer vanochtend tijdens Indoor Brabant. En voorbereid, dat zijn ze. We leren mijn pony dansen. Mijn pony heeft een roze dekje en een roze hals. Wat is jouw lievelingskleur voor de pony? U heeft al alles bereikt, maar wilt u nog meer bereiken? En welke vooropleiding heb je nodig om een goede ruiter te worden? Gaat Anki Westen rijden op wedstrijden. Mijn pony doet steeds tijdens het paardrijden de gas eten. Doet jouw paard dat ook soms? Heb jij daar zelf last van? Ja. Hoe gaat dat dan? Vertel eens. Dan zit ik aan het rijden en dan gaat mijn pony naar mijn hoofd naar beneden. Maar de vragen kunnen nog gekker, zoals deze bijvoorbeeld. Stel hem maar, Fabienne. Nou, met welk bekend persoon of onbekend persoon zou je wel eens een strandrit willen maken? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik de voetballer Cristiano Ronaldo wel een erg lekker ding vind. Dus daar zou ik wel een keer een strandrit mee willen maken. Ik vind Robbie Williams erg leuk. Dus dan graag met die. Oké. En Jeroen? Oh, hij bloost. Zien jullie dat? Nou komt het. Ik weet het echt niet. Met Maxima? Ja? Heb je, als je naar een wedstrijd gaat, een gelukspoppetje of geluksiets waar je in vertrouwt? Nou, ik heb altijd een oranje onderbroek aan, een oranje riem en een oranje horloge om. En dat heb ik eigenlijk altijd om als ik rij. En als ik dat niet om heb, dan gaat het meestal niet goed. Dus ik zorg altijd dat ik dat bij me heb, ja. Ik ben wel bijgelovig, ja. En zo wordt de vraag over de pony die alleen maar gras eet onder het rijden bijna vergeten. Maar de aanhouder wint. Lotje heeft nog wel even tijd. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je hem goed aan je been houdt. Dat je hem actief houdt. Dus dat hij eigenlijk geen tijd heeft om gras te eten. En dat je hem echt steeds aan het werk houdt. Dus steeds een beetje een verkeerde volte rijden, een keer een overgang rijden. Dat je hem steeds bezig houdt. Dus dat hij eigenlijk geen tijd heeft om na te denken over gras eten. Oké. Is dat wat? Ja. En met alle handtekeningen op zak en de weet dat Edward Gal altijd in een oranje onderbroek rijdt, is de persconferentie voorbij.